Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. De dagteksten van vrijdag 8 juli 2022 zijn gehaald uit Jeremia 21, vers 14. Ik ben het die je straffen zal. Ik geef jou je verdiende loon, spreekt de Heer. Ik ben het die je straffen zal. Ik geef jou je verdiende loon, spreekt de Heer. Jeremia 21, vers 14. Het leerwoord is gehaald uit Galaten 6, vers 9. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Galaten 6, vers 9. Allerhoogste Heer en Heiland, die aan onze zijde staat, eenmaal 24 uur en zelfs over ons waakt, die ons kracht geeft en dwars door alles heen met ons meegaat, die ons ook wekt elke morgen en ons een stralende dag geeft. We danken u, Heer. We loven en prijzen u voor dit voorrecht dat wij best elke dag weer een groot wonder mogen noemen als wij naar buiten mogen kijken en uw schepping mogen bewonderen. Vader, dank u dat wij het niet voor lief nemen dat wij frisse lucht mogen inademen. Vader, er zijn velen die vanmorgen niet zijn opgestaan. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe, o Vader. En wij bidden en smeken dat zij in u geborgen zijn, o Heer. Helpt u ook de nabestaanden. Helpt u degenen die verdrietig zijn. Dat zij mogen weten dat ze kracht van u ontvangen. En een hoop die zeker is. Dat zij eens verenigd zullen zijn met hun geliefden. Maar Heer, wij danken u ook dat wij niet verslappen. Dat wij werken en ons verdiende loon van u zullen krijgen. En dat wij niet alleen maar werken voor geld, maar ook het geestelijk werk dat wij voor u moeten doen. Omdat de nood zo hoog is. Omdat wij mensen moeten aanraken. Omdat wij mensen hoop moeten geven. In uw naam, o Vader, ze tot u mogen brengen. Daar aan het kruis op Golgotha. Waar ze samen met ons mogen komen. En u vragen om hulp. Om vergeving. Om bij u te zijn. Om te duiken in uw woord dat een lamp is voor ons voet en het licht op ons pad. Dat ons het geestelijk voedsel geeft elke dag weer. O Vader, wij kunnen niet zonder u en wij willen niet zonder u. En wij willen ook niet verslappen, omdat wij van u meer dan genoeg ontvangen, Heer. U die eenmaal 24 uur voor ons arbeidt. Hoe kunnen wij, o Heer, wachten op anderen? Vader, ik geef u vandaag een ieder die op de werkvloer staat onder spanning. Die moet presenteren waar kritiek hoogtij voert. Dat zij mogen weten dat ze het bij u mogen leggen en ook voor diegenen mogen bidden. Want wij weten niet waarom de ander zich zo gedraagt, maar wij mogen kanalen van zegen zijn. Helpt u ons, o Heer, om zegenend rond te gaan. En een ieder die gewond is, op welke manier ze het ook uiten, dat we er zijn en ze bedekken met die liefde die u ons voordoet, o Vader. Helpt u ons om steeds meer op u te lijken, om steeds meer te trachten om uw wil te doen, o Vader, hier op aarde. Zodat wij, o Heer, mogen weten hoe het zal zijn als wij bij u zijn in de hemel.
Zegen ons, Vader. Zegen een ieder. Was ons schoon. Vergeef ons elke schuld. Maar ook onze schuldenaren, o Vader. En bedek ons met dat kostbaar, dierbaar bloed dat de Heere Jezus voor ons vergoten heeft. En wij willen de zieken bemoedigen. De Heer heeft jouw striemen aan het kruis gedragen en daardoor heeft Hij jouw genezing gebracht. Aan degenen die gebonden zijn, dat ze mogen weten dat U hun verlossing gebracht heeft. Vader, wij danken U dat wij mogen weten dat U geneest, bevrijdt, verlost. Ook van geestelijke gebondenheid. Help ons, Heer, om op U te lijken, meer en meer. En met Uw geest van liefde, Uw geest van nederigheid en Uw geest van moed en kracht te gaan en staan in deze wereld. Ons vullen met Uw liefde, met Uw barmhartigheid, met Uw kracht. In de naam, boven alle naam, van onze Heere Jezus Christus. Amen, ja, amen. Zie slechts op Hem, voel gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd zien.